Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten over de wurgcontracten die Oekraïense en Poolse werknemers in Nederland zouden moeten ondertekenen. Zo zouden de Oekraïners onder andere gedeporteerd worden naar Oekraïne als ze zich niet aan de regels houden en een 500 euro hoge boete krijgen voor het bespreken van hun arbeidskwesties. Breda Nu ging de straat op en vroeg: hoe vind jij dat immigranten behandeld worden in Nederland? Ik vind dat soms moeilijk, maar als immigranten willen en kunnen werken, dan moet je ze ook goede contracten aanbieden die vergelijkbaar zijn met de gewone Nederlandse contracten die wij als Nederlander hebben. Ik vind niet dat je daar verschil in mag maken. Over het algemeen wel redelijk, alleen er zijn te weinig opvanglocaties. En er zijn heel veel lege kantoorpanden, dus ik snap niet dat ze daar niet in stoppen. Nou, zoals ik het net hoorde met die contracten en zo, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Omdat, zeg maar, zij hebben gewoon geen veilige plek om te leven waar ze oorspronkelijk leefden. Dus en ik vind dat wij het hier over het algemeen best goed hebben. En dat wij dan misschien wel die mensen gewoon kunnen helpen en dat we daar ook voor moeten openstaan. Dat we die mensen wel een veilige plek kunnen geven waar bijvoorbeeld geen oorlog is. Nou, als die contracten er komen, vind ik dat helemaal niet. Ik vind dat vluchtelingen die moeten gewoon een plek krijgen waar ze veilig kunnen zijn. Zeker als er in een land oorlog is. En dat moet dan niet afhangen van het werk wat ze doen en waar ze werken. Nou ja, wat ik nu uit het nieuws haal, gebeurt het in bepaalde sectoren, wordt daar mee geknoeid. En dat vind ik eigenlijk heel spijtig en dat vind ik zeker niet kunnen. Ja, dat er nog veel veranderd moet worden, dat niet alles gaat zoals het moet gaan. Ja, dat vond ik wel een beetje apart. Dat had ik eigenlijk ook niet verwacht dat ze dat zou doen. En dat vind ik ook eigenlijk helemaal niet goed. Want het is niet van, die komen hier alleen maar om te werken en zo. Het is echt dat ze gewoon geen veilige leefomgeving hebben. En die moeten mensen wel kunnen krijgen, vind ik. Ja, dat is eigenlijk toch wel gewoon heel erg. Ja, dat is niet normaal, dat is niet goed. Maar niet goed, over het algemeen. En zeker nu je merkt met Oekraïne hoe makkelijk dat gaat. Met andere migranten vind ik het toch wat stroever lopen momenteel. We doen ons best. De mensen die helpen, die vrijwilligers zijn om die mensen op te halen. En te huisvesten en alles, die doen heel erg hun best. Maar er is gewoon te weinig accommodatie. Er is te weinig. De mensen moeten aan het werk gezet worden. Wij hebben te weinig mensen die werken. Geef die mensen een baan. Kunnen ze geld verdienen. Als ze dan later weer teruggaan naar de Oekraïne, hebben ze gelijk wat geld om wat op te bouwen. Dat zou mijn oplossing zijn. Of ik nou echt verbaasd moet zijn, weet ik niet. Het komt zo vaak in het nieuws tegenwoordig. Elke keer is er iets mis, dus ook nu. Ja, verbaasd kan ik het niet meer noemen tegenwoordig.